Ik uh, had tegen sommige van de mannen gezegd, ik heb zelf drie jaar lang in Duitsland, ik ben ooit, uh, ik ben ooit in Californië ben ik in aanraking gekomen met mijn lijf en lichaam, zeg ik. dat verhaal. De meesten hebben jullie wel eens keer gehoord van mij, maar toen ik terugkwam in Nederland, toen wilde ik meer leren over de, wat nou shamanistische wijsheid was. En toen kwam ik terecht bij Barbara Ann Brennan, een soort healings, healing van Barbara Ann Brennan heet dat. En via haar kwam ik weer terecht bij een man die heet John Pirakos. Waar ik jullie over vertelde in Zuid-Frankrijk en zo. En daarna kwam ik in Duitsland terecht bij allemaal een soort lichaamsgerichte, dieptepsychologische groepstherapie. Via dat zo. En. Daar heb ik drie jaar lang in Duitsland in zo'n groep gezeten. Weer een fout grapje, mijn, broeder, mijn broedervolk natuurlijk, hè? Dat voelde me dan nog een beetje. Hè. Dat was dan gewoon een beetje, huh? Ja, had ik voor gespaard, had ik voor gespaard. En uh, daar deden wij ook dit soort lichaams tot lichaam samen oefeningen, zoals we nu hier deden. Alleen dan veel vaker, veel meer, alleen maar dat te proberen te herinneren. Die vroeger, zij bleven ook een beetje daarin steken. Dus ik ben blij dat dat weer uh, afgelopen is. Maar een van de dingen die ik zelf ontdekte, ik zal nooit vergeten dat ik eerst dit soort oefeningen deed en dat ik daarna op een gegeven moment met een vrouw een tantra oefening deed. En dat ik in één keer voor het eerst van mijn leven als het ware voelde hoe mijn mannelijke seksualiteit, hoe er dan een soort stroom van energie zo naar boven door mijn kwetsbaarheid in mijn buik heen naar boven naar mijn hart schoot. Dus ik voelde de verbinding tussen mijn seks en mijn hart. Nou is dit voor vrouwen heel normaal? Ik, dit voor jullie zit er allemaal de. Maar voor ons man of voor mij als man was het wel heel bijzonder om die verbinding te voelen. Zeg, dat? Sommige vrouwen kunnen dat ook splitsen, maar de, voor de meeste vrouwen is het van nature één. Maar voor mij als man was het echt een enorme gewaarwording om zo die, nou dat kanaal van energie zo te voelen stromen. Maar dat kwam dus door eerst die lichaamsoefening, die, dat zachte diertje. Te voelen. En voor ons mannen is dat echt een. Eh, van hoe de cultuur ons heeft opgevoed. Ik ben ik ook nog in Friesland opgevoed. Hè? Ik bedoel, dat, dat is echt. een zachte man zijn in Friesland. Ik bedoel, ik weet niet. dat is echt bijna niet. Dat, dat, het komt wel eens voor, maar dat, dat, dat is zo niet. Ik, ben, ik kom, was van de zomer weer in Italië. dacht ik: Oh, wat fijn om in Italië te zijn. Hier mag je gewoon als man ook gewoon mooi zijn en mooie kleren aandoen. Snap je? Friesland is het gewoon niet. Moet je, gewoon, je moet gewoon een beetje hu -hu zijn. Snap je dan hoor je erbij? Als je niet de bent, dan, is, ja, dat je als man ook van, dan ben je gelijk een homo. Snap je? Als je van mooie zonnebril houdt. Of, ik dacht ook zelf in Italië: die gasten zijn homo's. Hè? Maar dat was niet zo natuurlijk. Dat was gewoon. Dus ik was, ben zelf, ondanks dat ik een grote mond heb, ook beïnvloed door datzelfde beeld. Als je als man er van mooie kleren houdt en netjes en dat dat niet kan. Hè? In Friesland is dat gewoon niet zo. Dat is gewoon een soort mannencultuur in Nederland. En als je dan een beetje zo bent, in de, voetbal, in de voetbalkleedkamer word je gewoon gefukt. Daar dan zit je ook iedereen nog met elkaar te fukken. En het is gewoon, de mannencultuur is echt, wat dat betreft, heel arm. Mekaar knuffelen en lief zijn, dat is gewoon not... Dan, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kom nu al twintig jaar knuffel ik gewoon mijn vader. Ook al heeft hij daar geen zin in. Hè. Nu doet hij af en toe houterig zijn best dan om dan een beetje terug te doen. En als hij dan genoeg gedronken heeft, dan heeft hij weinig weerstand om een beetje uh, te doen. Maar dan snap je, ik zie ook dat hij het fijn vindt. Want het is echt een stijve, friese, harkjongen. jongen, niet te kort gewoon. Een liefert. Maar ik bedoel, het is echt. Goed, ik geniet dus wel van Halaykum uh, like Salam, Turkse vrienden en zo die ik dan in Nederland heb. Hè. Ik denk dat dat wel een toevoeging is. Grijs biedt ook wat aan wit, zeg maar. Hè? Grijs is ook. Maar goed, dus voor ons mannen is dat een enorme uitdaging. Maar die kleine beetjes, dat zullen jullie vrouwen beamen. Als wij een klein beetje meer leren voelen en een klein beetje die zachte kwetsbaarheid leren toestaan. Daar worden wij alleen maar mooiere mannen van, zullen alle vrouwen. Dat wil ik alleen maar even zeggen. Dus als wij een beetje dat leren, een klein beetje, dat, dat is. Als wij een klein stukje, dan, dan gaan de vrouwen gelijk zo. Vinden dat heerlijk. Toch vrouwen? Als jullie mannen meer zacht worden. Dus verleid ze, haal ze over om hier te komen. Zeg maar dat er een kroeg tegenover is. Een hele goede kroeg. Als ze het niet leuk vinden of de hielke vervelend doet, dat ze gelijk naar de kroeg mogen. Ja. ja. Maar haal ze over. Ja, gewoon een beetje. Ja, ik zou het zo fijn vinden als je het voor mij doet. Maak een gezellige dag van vanaf. Neem een hotelkamertje. Doe je zo. Nee, nee, nee. En niet verklappen nog dat. Dat moet je niet verklappen. Want zodra ze het gevoel hebben dat het dichtbij komt. Of dus, dus de mannen die hier zijn. Zodra ze het gevoel hebben dat het ergens dichtbij komt. Is het al heel spannend, snap je? Ik vind zelf ook het woord liefde nog doodeng. Liever over werk en leiderschap en zo, dan allemaal handiger toch? Leiderschapstrainingen,